Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 26 maart van Weerplaza. Een hoge drukgebied krijgt steeds meer invloed op weer in onze omgeving. Vandaag hebben we nog wel te maken met wolkvelden. In het noordoosten is de bewolking wat dikker. Daar kan af en toe wat lichte regen vallen. Temperatuur vanochtend 6 of 7 graden. Vanmiddag wordt het 9 of 10 graden bij een matige wind vanuit het noordwesten. Wolken met af en toe zonneschijn, dat is het weerbeeld voor vandaag dus. En zeer lokaal een enkele bui. Vanavond blijft het droog. Temperatuur ligt tussen de 5 graden in Groningen en 7. In het zuiden van het land, lokaal kan mist ontstaan. Die zien we morgen in de vroege ochtend misschien op een enkele plek. Verder opnieuw een wisselend weerbeeld met wolkenvelden, af en toe zon en zeer lokaal een enkele bui. Wel ligt de temperatuur morgen hoger dan vandaag. Het wordt 11 tot 13 graden. Daarna zit de temperatuur in de lift. De warmste dagen zijn vrijdag en zaterdag met 's middags 14 tot 16 graden. Het is droog en vooral in de middag schijnt de zon geregeld. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.